Jong geleerd is oud gedaan. Leerlingen in het speciaal onderwijs in Nijmegen krijgen les in tandenpoetsen om met een beter gebit ouder te worden. Dus ik kom op school en dan haal ik de leerlingen even uit de klas, kijk ik in de mond. En verder in het nieuws vandaag, gemeente Bergendal vraagt aandacht voor huiselijk geweld en Centrum Nijmegen kleurrijk beschilderd door Wow Paintings. Een bezoek aan de mondhygiënist en de tandarts valt tot 18 jaar onder het basispakket. Na die leeftijd moet er een aanvullende verzekering voor worden afgesloten. Een goede mondzorg op jonge leeftijd kan dus kostenbesparend zijn. Op de Tarsicius School in Nijmegen krijgen leerlingen daarom vandaag bezoek van de mondhygiënist. Waarbij ze ook tips krijgen voor een goede poetsbeurt. Voor sommige kinderen is een bezoek aan de mondhygiënist een grote uitdaging. Soms een te grote. De Tarsicius School voor Speciaal Onderwijs heeft hiervoor een oplossing bedacht. Laagdrempelige mondzorg op locaties. En voornamelijk in het speciaal onderwijs dan niet iedereen kan goed worden gezien door de tandarts. Omdat ze bijvoorbeeld hun mond niet open kunnen houden of dat ze niet goed in de stoel kunnen zitten. Waardoor de tandarts zelf het werk niet goed kan doen. Dus ik zie wel regelmatig dat leerlingen bijvoorbeeld 5, 6, 7 jaar niet meer naar de tandarts zijn gegaan. Dat er kiezen zijn afgebroken, eigenlijk weggerold, veel pijn in de mond. En dan is op school is toch een veilige omgeving voor de leerlingen. Toch een hele mooie om wel heel even in de mond te kijken en dat ook terug te koppelen aan de ouders. Kinderen worden op school in een vertrouwde omgeving uit de klas gehaald en krijgen poetsles. Bij schoolmondzorg geef ik eigenlijk poetslessen aan de leerlingen. Dus ik kom op school en dan haal ik de leerlingen even uit de klas, kijk ik in de mond, kleur ik de tanden, waarmee ik ook de plak kleur. Daar maken we een foto van, die foto sla ik op in het dossier en stuur ik naar de ouders. En dan gaan we gericht poetslessen geven. Dus eigenlijk gaan we gewoon poetsen op school. Leerling Frankie is niet bang en was tevreden over zijn behandeling. Leuk. Wat heeft hij bij je gedaan? Gecheckt met een spiegel en dan soort paarse ding op mij gedaan en kijken als mijn tanden goed waren. Er vindt altijd een schriftelijke terugkoppeling plaats met de ouders. Het contact met de ouders gaat via e-mail of WhatsApp. Het meeste via WhatsApp, want dat vind ik zelf persoonlijk wat makkelijker en ik krijg heel snel reactie ook weer van de ouders. De bevindingen deel ik via de WhatsApp plus de poetsfoto. En een tevreden leerling met goed gepoetste tanden kan dat thuis ook laten zien. Huiselijk geweld speelt nog altijd een grote rol in onze samenleving en er worden dagelijks nieuwe slachtoffers gemaakt. Gemeente Bergendal wil hier meer aandacht aan besteden door middel van een expositie in samenwerking met Stichting Open Mind. De expositie is te vinden in het gemeentehuis en de bibliotheek. Stichting Open Mind organiseert de expositie Wij doorbreken de cirkel van geweld. Hierin zijn 29 verhalen te lezen van slachtoffers van huiselijk geweld en over hoe zij de cirkel hebben doorbroken. De expositie hierachter heet Wij doorbreken de cirkel van geweld. En je ziet 29 portretten en verhalen van mensen die met iemand op het portret staan op de foto, die hen heeft geholpen om de cirkel van geweld te doorbreken. En in elk verhaal kan dat iemand anders zijn, van een hulpverlener tot een buurvrouw tot een familielid. En eigenlijk laten de verhalen zien hoe je de cirkel moet doorbreken en dat je echt zelf de eerste stap moet zetten om dat te doen. Dus ze zeggen ook wel, niets doen is geen optie als het gaat om huiselijk geweld en kindermishandeling. Met deze expositie vragen ze aandacht voor slachtoffers van huiselijk geweld. Ze vinden het belangrijk dat mensen zich er bewust van zijn dat het iedereen kan overkomen. In 2020, toen deze expositie werd ontwikkeld samen met het programma Geweld door Nergens Thuis, waren er 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen die te maken hadden met huiselijk geweld en kindermishandeling. En dat gebeurt echt door alle lagen van de bevolking, van grote steden tot kleine dorpen. En is het belangrijk dat het overal onder de aandacht komt om die cijfers terug te dringen en het bespreekbaar te maken. Zodat men weet waar ze terecht kunnen, maar ook erover durft te praten als er iets aan de hand is of als ze vermoedens hebben. Ook de wethouder Irma van Scheur wilt hier binnen de gemeente meer aandacht aan besteden. Want ook in de gemeente Bergendal komt huiselijk geweld veel voor. Kindermishandeling en huiselijk geweld is iets wat overal voorkomt, dus ook in onze gemeente. In 2023 was er bij ons sprake van 156
meldingen bij Veilig Thuis en 6 huisverboden. En dan is er echt iets aan de hand. En daarom is het belangrijk om daar aandacht voor te vragen, want het komt ook bij ons voor. Iemand om je heen hebben die je vertrouwt is erg belangrijk om de cirkel te doorbreken, volgens Irma van Scheur. Het is belangrijk dat mensen een netwerk om zich heen hebben. Iemand kunnen vinden bij wie ze hulp kunnen vragen en die hen helpt om die stap te zetten. Want het is heel moeilijk om dat alleen te doen. Dus mensen om je heen, dat is heel belangrijk. Mocht je zelf slachtoffer zijn of iemand kennen die slachtoffer is van huiselijk geweld, kun je altijd bij Veilig Thuis of de gemeente terecht. Wij zijn natuurlijk aangesloten bij Veilig Thuis. Als mensen zich zorgen maken, kunnen ze altijd bellen met Veilig Thuis. En wij hebben verschillende manieren opgeschreven, ook bij de expositie, waarop je ons kunt bereiken als je problemen hebt of een hulp. Wat is nodig om dit geweld te doorbreken? De provincie Gelderland heeft haar plan voor de spreidingswet naar minister Faber gestuurd. De deadline hiervoor is vandaag. Volgens deze wet moet Gelderland 11.704 opvangplekken voor asielzoekers creëren. Maar de huidige plannen leveren slechts een kleine 10.500 plekken op. 10 gemeenten hebben nog geen besluit genomen. Maar met extra tijd en overleg denkt commissaris Lemfrink dat de volledige doelstelling haalbaar is. Sommige gemeenten doen zelf extra moeite, zoals Arnhem en Zutphen. Lemfrink vindt het intrekken van de wet onverstandig gezien de morele verantwoordelijkheid van gemeenten. Hoewel sommige gemeenten vrijwillig doorgaan, blijft de vraag of het totaal gehaald gaat worden. Het Nijmeegse Radboud UMC plaatst wel een heel bijzonder bericht op zijn social media kanalen. Afgelopen week is namelijk een vierling geboren. 4 verpleegkundigen stonden op een rij klaar om de kindjes aan te pakken van de gynaecoloog. Ze benadrukken dat het bevallen van een meerling altijd meer risico's met zich meebrengt voor de moeder en de kinderen. Zover bekend maken de kinderen en ook de moeder het goed. De gemeente Nijmegen heeft een nieuwe nachtvisie ontwikkeld om de nachtcultuur te behouden en te versterken. Deze visie, waarin ruim 2200 inwoners hebben bijgedragen, streeft naar het ondersteunen van bestaande clubs en evenementen met ruimte voor vernieuwing en creativiteit. Het plan is goedgekeurd door het college van BMW en de gemeenteraad beslist later dit jaar definitief. De visie onderstreept de waarde van de nachtcultuur en cultuur en economisch onderdeel van Nijmegen, gericht op veiligheid en inclusie. Beleidsplannen omvatten broedplaatsen, horeca en welzijn om de nacht levendig en gastvrij te houden. Na de gewonnen bekerwedstrijd van afgelopen dinsdagavond mag NEC het zondag in de competitie gaan opnemen tegen FC Groningen. NEC neemt natuurlijk wel een goed gevoel mee richting die wedstrijd. Belangrijke speler Philip Sander lijkt weer helemaal fit te zijn en te gaan spelen. Trainer Rogier Meijer verwacht wel een wedstrijd met veel strijd. Een wedstrijd met strijd, denk ik. Ik denk dat Groningen ook een ploeg is die veel energie op het veld legt. Veel spelers heeft die met loopvermogen die in de duels willen komen. Die misschien wat minder makkelijk tot kansen komen, maar wel echt een elftal, een team is. En daar zullen we tegen moeten voetballen en ook mee moeten duelleren om de wedstrijd te winnen. En ik denk dat het, wat ik al zeg, een wedstrijd wordt met strijd. Als je de afgelopen tijd eens door het centrum van Nijmegen hebt gelopen, heb je ze vast al eens gezien. De straatkunst van Wow Paintings, die op verschillende gebouwen een kleurrijk kunstwerk laten zien. Ook vandaag is er weer een nieuwe muurschildering opgeleverd die meer vertelt over de geschiedenis van Nijmegen als oude stad. Het is strategisch geplaatst aan de Waal en brengt zo verschillende historische elementen samen. Wow Paintings is een project dat ik samen met mijn collega Dennis Jussen in 2020 heb opgezet. En wij willen met dat project de stadsgeschiedenis van Nijmegen weer zichtbaar maken. En dat de stadsgeschiedenis die je niet meer ziet. Dus op die manier willen we dat de inwoners van Nijmegen en de mensen die Nijmegen bezoeken weer weten wat hier allemaal gebeurd is in het verleden. Wij zijn in eerste instantie in gesprek gegaan met Wow Paintings. Zij hebben ons een idee gepitcht, eigenlijk. Het verhaal wat er afgebeeld moest worden. Na de afloop daarvan zijn we in gesprek gegaan met studenten van de Universiteit van Nijmegen en van de HAN. Om te kijken, wat kunnen we hier nou voor beeld bij bedenken bij dit verhaal. En aan de hand daarvan zijn wij aan de slag gegaan en hebben wij een ontwerp gemaakt. Dit kunstwerk is de painting nummer 13 in onze reeks. En wij proberen uit alle periodes een gebeurtenis weer te verbeelden. En dit is een gebeurtenis waar heel weinig mensen nog maar van gehoord hebben. De plooierijen.
Dat was een politieke machtsstrijd hier in Nijmegen die begin 18e eeuw plaatsvond en waarbij uiteindelijk ook doden zijn gevallen. Dus het was het bereikt een bloederig dieptepunt, zeg maar, in 1705. En hoe lang gaat er overheen, dit proces? Nou, wel een aantal weken. Zoals Sander net zegt, je bent eerst bezig met een ontwerp samenstellen. En vervolgens, als het ontwerp dan klaar is en iedereen is er tevreden over, dan ga je het aanbrengen hier op de wand. En dat betekent met eerst de schetslijnen goed opzetten en daarna alle vlakken inkleuren en vervolgens details aanbrengen. En dat is op de duur wel behoorlijk priegelwerk, maar ook wel ontzettend leuk om te doen. En je bent afhankelijk van het weer. Als het regent, dan moeten we het uitstellen. En hebben jullie al feedback gekregen op dit kunstwerk? Ja, zeker. Mensen zijn over het algemeen heel positief. Eigenlijk merkt iedereen hier, of als je in de stad staat hier, dat iedereen eventjes stopt en naar het schilderij kijkt. En ze zijn gewoon hartstikke blij dat ze van die lelijke garagedeur hier af zijn, dat er een toffe schildering op staat. Na wederom een grijze herfstdag gaan we nu een paar dagen tegemoet die wat zonniger zullen verlopen. De zaterdag is hierin een soort van overgangsdag. In de ochtend is er nog grijs en kan er lokaal wat motregen vallen. In de loop van de middag zal er op steeds meer plaatsen de zon doorbreken. Wel is het wat frisser dan eerder deze week. Morgen moeten we het doen met een temperatuur van maximaal 13 graden. De zondag en maandag beloven vervolgens een stuk zonniger te verlopen. Ook blijft het droog en de temperatuur blijft redelijk gelijk, rond de 12 à 13 graden. Ook als we verder vooruit kijken, lijkt dit weerbeeld voorlopig een tijdje hetzelfde te blijven. Dit was het RN7 regionieuws van vrijdag 1 november. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in de gratis RN7 app. Volg ons ook eventjes op de sociale media. We zijn te vinden op Facebook, Instagram, X, Threads en zelfs op TikTok. Een heel fijn weekend en graag tot maandag.